gelukkig een hele goede relatie met onze huisbankier. Waardoor het wel mogelijk is om bepaalde zeg maar, cashflow problemen op te lossen. Maar voor echte grote investeringen, ja, daar zijn zulke lange trajecten voor. En dat is echt heel erg lastig om daar ja, gewoon geld uit de markt te halen. Het is niet zo dat een investeerder erop uit is om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf de grond ingeboord wordt. Maar vaak hebben ze heel veel ervaring en hebben ze vaak al gezien bij andere mensen hoe het fout kan gaan. En proberen ze alleen maar verder te helpen. En als je open staat voor die kritiek, dan zie je vaak dat het ook uiteindelijk wel heel veel beter wordt. Ik verwacht heel veel uitwisseling van informatie. Ik zou heel graag kennis willen maken met investeerders en natuurlijk ook met ondernemers. Ik heb wel eerder met investeerders gesproken, maar dat waren dan altijd investeerders in de eigen branche. En ja, nu kan ik eens kijken of er ook vanuit de andere takken wellicht investeerders te vinden zijn. Mensen die zeggen ik ben al 6 jaar bezig met het meest geweldige plan van de wereld, die wantrouw ik bij voorbaat al. Juist de mensen die zeggen ik heb niet genoeg geld, middelen, netwerk om het naar een hoger plan te brengen, maar ik ben al wel gewoon begonnen. Dat zijn de ondernemers naar mijn hart. Wat kom ik hier eigenlijk zoeken? Dat lukt wel, hè? 3, 2, 1, go! Verkoopt elektrische sloepen. Wie van u gaat 2011 investeren? Als je een soort formule hebt waarvan je zegt, ja, houd dit nou aan. Ja, risicokapitaal ingebracht door een informal investor lijkt hier voor de hand te zijn. Wat ik eigenlijk mis is dat we het allemaal hebben over hele grote bedragen. Dat heeft natuurlijk te maken met investeerders die alleen maar investeren als het om grote bedragen gaat. Maar ik denk dat we ervoor moeten waken dat we de ondernemer niet moeten afschrikken. Want ondernemen wil niet zeggen dat je per se een groot bedrag nodig hebt om te ondernemen. Interessant. Leuke sprekers en afwisselende verhalen en ook echt praktijksituaties die naar voren ziet komen. Dus dat ja, vind ik zelf heel boeiend. Het wordt waarschijnlijk chaos zo, want het is een drukke grote zaal. Dus ik ga hier een workshop geven. En daarmee draait u voor de laatste keer. Zoekt u, wisselt u de kaartjes uit, onthoudt wie u heeft gesproken. En nog één keer wisselen. Ondernemer zoekt investeerder, investeerder zoekt ondernemer. Ik ben net een ondernemer tegengekomen die bezig was met een platform, want het is vrij ingewikkeld, waarbij in ieder geval op afstand ook nog steeds gebruik kunt maken van je tv, internet en telefoonabonnement. Ik heb een heleboel leuke dingen gehoord en heel interessante ideeën en zelfs dingen die ik nog nooit gehoord had. En daar zit ik nu bij één groep. Crowdfunding. Het schijnt een heel populair begrip te zijn, maar ik had er nog niet eerder opgepikt. En ik was heel eigenlijk geïntegreerd van hoe gaat dat en hoe kan dat? En ik zat al gelijk natuurlijk verder te denken, nou, daar kan ik wel wat mee doen. Een investeerder ontmoeten is als iemand oppikken aan de bar. Als je gelijk je hele levensverhaal begint te vertellen, is de kans groot dat de dame in kwestie wegloopt. En op het moment dat je actief met elkaar een gesprek aangaat en vragen stelt, dan kun je elkaars interesse wekken. Of niet, maar dat is dan ook goed.